Normaliter is het biertje stappen en nu is het oliebollen bezorgen. FC Dordrecht deelt in de laatste twee dagen van het jaar nog zo'n 10.000 oliebollen uit aan trouwe supporters. Vandaag hebben we rond de 50, 60 bestellingen zoiets. En morgen, ja, morgen is het helemaal een gekhuis. Ik denk dat we totaal op de 10.000 oliebollen komen. Wat we moeten bezorgen deze twee dagen. Meneer, smaken FC Dordrecht oliebollen naar anders? We hebben ze nog nooit op, maar dit zijn de lekkerste bollen, dat weten we nu al, ja absoluut. Hoeveel heeft u besteld? Ik heb 10 bolletjes zonder krenten voor de vrouw, want die houdt niet van krenten. En wat appelbillets voor de kids, die gaan er altijd in. Ja, waarom zijn jullie hierbij begonnen? Ja, we kregen het idee om een oliebollendrijftruut te organiseren. En wij hebben een speler in de selectie zitten, Julius Bliek. En zijn vader heeft een hele grote bakkerij in Zeeland, dat is echt een begrip in Zeeland. Bliek Meesterbakkers. En vanuit daar zijn we samenwerking aangegaan. En zijn we de lekkerste oliebol van Dordrecht gaan creëren. Dit dus wordt heel goed ontvangen. Het is natuurlijk leuk om iets te doen, zeker om nu kan je bijna niks. Dus als je langs gaat bij de mensen aan de deur, is het toch leuk om iets van FC Dordrecht te zien. En merk je dan een beetje dat ze het missen, de wedstrijden? Ja, zeker weten. Ja.